Morgen om 14:30 ontvangen de Canaries hier op Staaien Sporting Charleroi voor de eerste wedstrijd van hun groep van play-off 2. Tijdens de reguliere competitie overtroffen de Canaries de Zebras met een 3-1 overwinning. En Johan Boly die nam meteen alle drie de doelpunten voor zijn rekening. Is Boly weg? Boly. Boly blijft gaan. Boly. Oh, schitterende goal van Johan Boly. Ja. Gaat weer op avontuur en goede bal. En Boly kan trappen. Boly 2-0. Johan Boly. Jordan Botaka met de voorzet. Boly. Daar is 3-1. Uitstekende voorzet van Botaka. En ja, een man in vorm moet je dit soort kansen niet geven natuurlijk. Hat-trick voor Johan Boly. De Carolo's konden eenmaal terugprikken. Al hing er rond deze goal wel een buitenspelgeurtje. Allee, het stonk. Er was dat waarschuwingsschot van Pussy. En dan opnieuw balverlies bij Sint-Truiden. Golisade scherp voor de goal gezet. Even kijken of herbekijken of daar geen sprake was van buitenspel. Dat is wat Chris Pillon op dit moment aan het doen is. Maar het was geen buitenspel. Gewoon 2-1. De overwinning thuis tegen Charleroi was ook meteen de eerste overwinning tegen de Zebras in 10 jaar. Want beide ploegen speelden hier 4 keer gelijk en de Zebras wisten maar liefst 5 keer de overwinning binnen te halen. Naar aanloop van deze wedstrijd vertelde Mark Brijs dit over de tegenstander. Ik denk dat Charleroi qua volume het sterkste zal zijn. Maar vaak is het daar niet waar het kattenkwaad zit. Nu zondag wordt ook een blij weerzien met ex-Canaries Maxime Buzy, Dorian Desolay en Gaëtan Hendricks. Die Hendricks scoorde zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau met een beauty van formaat tegen Oud-Heverlee Leuven. En Samuel Asamoah, toen nog bij OAL, scoorde toen de 0-1 tegen de Canaries. Vergeet niet, koop je tickets nog voor vanavond 8 uur aan de STVV-receptie of online, want morgen blijven de loketten gesloten. Morgen kennen we dus de nieuwe Mr. STVV en weten we wie de meest verdienstelijke speler van het seizoen wordt. Het belooft dus een leuke avond te worden.